Hallo dames en heren en welkom terug bij F1 2010 de Career Mode voor ronde nummer 2 in Melbourne, Australië dus. Het belooft hopelijk een topweekend te gaan worden. Ik weet niet wat de agent zei, dat boeit ons ook helemaal niks. Hier zie je dus de instellingen en dan gaan we gewoon door naar Australië voor de kwalificatie. Want de practice slaan wij dus over. Tire Simulation gaat wel aan, Fuel ook, Car Damage Full, NDI gaat naar Professional. Dus ik verhoog de AI, dus het kan zien dat, je kan zien dat wij de rondetijden wat gaan inkakken bij ons. En hier is dus de kwalificatie en dan zijn we dus aanbeland bij de auto. Ben ik benieuwd waar wij dus gaan staan zometeen. Hier zie je nog de auto, daar gaan we wat aan veranderen. Ik heb gekozen om terug te gaan naar motor 1. En hier zijn we dan dus. De Grassi met een 1.34.3. En wij gaan dus nu een tijd neerzetten. En ik hoop dat dat voldoende is voor een goede startplek. Want de AI is verhoogd. En dat betekent dat wij hier denk ik niet voor de pole position gaan strijden. Want daar is de auto nog te langzaam voor. Wat jammer is. Dus we moeten hopelijk als dat hier kan dingen gaan upgraden. We zetten een... Wat zetten wij neer? Dat heb ik niet gezien wat wij neerzetten. Volgens mij hebben wij nog geen tijd genoteerd. Want de track limits staat hier aan. Ja, track limits corner cutting staat hier aan. Dus dat betekent dat wij dus een invalided lap time hadden. En hier dus geen tijd konden noteren. Ronde nummer 2 inmiddels. Want we hadden geen tijd neergezet vanwege de track limits. Er zit wel iemand achter mij, dat hoor ik ook heel goed. Want de motor is heel erg luid. En wij zetten een 1.34.6 neer. 3/10 langzamer dan Lucas Di Grassi, mijn teamgenoot dus. En Vettel met een 1.29.5 op dit moment. De snelste tijd. En wij moeten er dus vol voor gaan om richting die top 10 te kunnen. Want wij zijn doorverwezen naar P13. Inmiddels is dat P19 geworden. En dat betekent dat er hier een alles of niets poging is. Maar dan schiet ik hier te wijd. En dan moeten we op het gras. Zijn we de auto bijna kwijt. Geen muurtje geraakt. En Alonso zat daar nog. En dan moeten we hier een limiter in gaan stellen. En dan is het zo meteen kijken wat run nummer 3 op gaat brengen. Ik probeer wel even met de snelheid te testen of ik daar geen penalty voor krijg. Ik krijg daar geen penalty voor. En mijn team... Leden staan al klaar en dan word ik zometeen teruggeduwd. Ja, hij zegt, de ingenieur Rob zegt dus, ja, de pace is wat langzamer dan we hadden verwacht. Misschien moeten we kijken naar de setup en dat gaan we ook zeker doen. Want dit kan zo niet. Laatste plek, zeg ik dat goed? Ja, de laatste plek zelfs. Oef, dat is pijnlijk. Heel pijnlijk. Ik zie hier ook de car setup, lowest en highest downforce en lowest top speed. Dat is niet de bedoeling, maar Albert Park is soms wel een technisch baantje, dus daar moeten we mee voor uitkijken. Ik weet niet wat hij zei. De front wing angle en de rear wing angle, dus de hoek hoe die staat. Mooie voorbeeld trouwens van de Virgin. Dat is wel nice om te zien. Dat de kwalificatie nog 12 minuten duurt. Dus dat is nog best wel lang. Dus we kunnen nog veel ronden gaan doen. En dan zien we proberen of wij in de top 10 kunnen belanden. Want we staan op dit moment op de laatste plek helaas. En dat is niet de bedoeling. Ik zit hier even met de brake balance te schoemelen. Kijken of dat misschien wat gaat opbrengen voor ons. Ik weet het niet. Het is allemaal testen de gearbox. Hier welke versnelling, hoeveel topsnelheid hij kan krijgen. De fuel is 10 ronden. Ik weet niet wat dit is. Iets met de camera volgens mij. Camber. Geen camera. Camber. En dan gaan we er gewoon weer uit. De tires. Kijken of wij nog een setje soft hebben. Ja, die hebben we. Een setje soft. Ja, option tire. En dan zitten we hier dus voor ronde nummer 3. 1,5 seconden sneller dan onze beste tijd hier in Albert Park. Het gat is 2,0 seconden naar Button. Die zet een 1.29.4 neer. En ik vind dat al best wel snel. Dus de AI is hier extreem goed. En dat belooft niet veel goeds voor in de race. Maar eerst de kwalificatie nog afzien te werken. Hamilton hebben we voor ons. Die gaat naar binnen.
dan is het zometeen kijken waar wij staan. We geven de auto het maximale. We pushen als een gek. En wij zetten een 1.32.2 neer. P11. Dit rondje is dan de snelste van allemaal. En dan spreek ik jullie nadat dit rondje in Melbourne erop zit. Daar zijn we dan over start-finish. Het is P6. Mooi. De kwalificatie zit erop. De uitslag na P6 dus op 1-1. En dan gaan we het gewoon zien voor de grote prijs van Australië. Voor Career aflevering 2 in F1 2010. We zijn er klaar voor. Nou, hier zijn we dan dus in de garage. We starten vanaf P6. En dan gaan we het gewoon zien wat het gaat worden voor de grote prijs van Australië. We gaan dus nu uit de pitbox en dan gaan we op weg naar de startgrid. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Hamilton op pole, Button op plek 2. Wij staan dus op P6 en die Grassi op P24. De laatste plek is voor mijn teammaat. En zijn we dan op de grid. Daar zijn we dus voor de grote van Australië. Want de lamp is aan voor Career aflevering 2. En we zijn onderweg. En het is een matige start. Want iedereen is al gelijk beter weg. Ook Rosberg is beter weg. Die blokkeren wij al gelijk. En hij kan er niet langs. Iedereen neemt deze bocht in één keer heel wijd. Ik weet ook niet waarom ze dat doen. Maar ze hebben een prima start. Mijn ingenieur die zei, vorige week had je een podiumplek, dit keer dus nu ook graag doen. Terwijl we even moeten verdedigen ten opzichte van Nico Rosberg. Daardoor schieten wij door en komen wij achter Adriaan Sutil terecht in zijn Force India. Maar hopelijk kunnen wij die plek weer snel terug veroveren, want wij verliezen hier kostbare tijd. Sutil gaat deze plek ook nog heel gek verdedigen. Naar de binnenkant kijken. En die plek is van ons. We hebben hem wel bijgeduwd. En Rob zegt ook, ja, even zorgen dat alles clean is. Anders krijgen we een penalty voor. Daar heeft hij wel een punt. En dan is het zometeen doorrijden naar Felipe Massa in zijn Ferrari. En dan door naar de andere vier auto's daarvoor. Daar zit er nou aan de buitenkant bij Massa een hele mooie inhaalactie op Felipe Massa. En Vettel gaat dan deze positie extreem hard verdedigen. Rob zegt, ja, we kunnen de front arrow kunnen we op de down position doen. Want ze verliezen heel veel tijd op het rechte stuk. Terwijl Vettel deze positie in één keer wat gek gaat verdedigen. Want hij ging wat naar de rechterkant. Dat verprut zijn exit. En kunnen we hier dan misschien een aanval wagen op de Duitser. Naar de buitenkant kijken. Nou, die plek is nog niet van ons. Want Vettel zit daar nog. Ah, mooi, nu wel. P4. Rob zegt ook, je bent dus naar P4. En dan is het nu door naar Jenson Button. 7 seconden sneller dan onze beste lap. En Button is dan denk ik al gezien. Maar hij heeft een P11
betere topsnelheid. Verdedigt die buitenkant Jensen Button, wat doe je? Wat doe je, Jensen? Hij bewoog daar in de remzone. Niet oké, Button. En dus moeten wij opnieuw een aanval wagen. 8 seconden sneller in sector 2. Daar is Button dan wel gezien, denk ik. Nou, hij knijpt ons wel af. En dan duwen wij hem hier wat naar de buitenkant. Later inremmen dan de Brit. En P3 is van ons in ronde nummer 2. Mooi, de volgende is Mark Webber. Die hebben we ook al te grazen genomen. En dan is het doorrijden naar Lewis Hamilton die de wedstrijd leidt. De banden zijn geel, dus ze zijn al wat aan het verslijten. 1000ste langzamer dan onze beste tijd in sector 1. Het gat naar Hamilton. Dat weet ik niet. We zijn wel 2 tienden langzamer dan Lewis Hamilton. Maar ik weet niet wat het gat is. Dat is even lastig te vertellen, want dat staat er niet bij. En dus is het gewoon afwachten wat Lewis Hamilton en Mark Webber doen tijdens de pitstops. Een tiende sneller in sector 2. Wel een waarschuwing voor de penalty. Een tiende sneller ook dan Lewis Hamilton. Maar Webber, 18e sneller dan Hamilton. Dus die zit er ook aan te komen. We schieten hier wel wat wijd, wat ons niet helpt om naar Lewis Hamilton toe te rijden. Terwijl mijn linker voorband het zwaar heeft. Dus die heeft het zwaar. Daar moeten we dus mee voor oppassen namelijk. En zorgen dat we dat zo kunnen houden. Maar ik ben er bang voor dat alle banden zo meteen oranje gaan worden. Een 1.32.2. En we gaan dus na deze ronde naar binnen. Dat zegt Rob. Daar zitten we dan bij Lewis Hamilton. Kijk wie hier naar de binnenkant diep inremmen. En dan wil ik hier naar binnen. Lewis, wat doe je? Wat doe je, Lewis? Blokkeert gewoon mijn pad. En dus moeten we een ronde langer wachten. Terwijl Hamilton weer die leiding heeft veroverd. Ja, dat zie ik ook wel. Terwijl we Hamilton mooi buitenom inhalen. Maar ik zie dat de pitwindow open is. Dat kan ik zelf ook wel zien. Daar heb ik geen engineer voor nodig. Maar wel de leiding veroverd. Mooi. En dan is het zo meteen naar binnen duiken. Want als wij nog langer op deze band rijden, dan zijn ze er dus aan. Nog 13 ronden te gaan. Dat ruimt ook nog eens. Wat mooi. Ik kan zo een gedicht maken. Nee, dat doen we dus even niet. Daar zijn we dus bij de pitstop. De limiter is aangezet. Wel te vroeg aangezet. Maar dat geeft helemaal niks. En dan moeten we zo meteen weer remmen voor de pitbox. Wat in Bahrein niet goed ging, gaat hopelijk nu wel goed. Ja, mooi. Pitstop is 4.0 seconden. Limiter uitgezet. Nou, Rob zegt dus ja, goede stop. En de limiter is uit. Mooi. We komen voor Nico Rosberg de baan op. En ik weet niet wat hij zei. Hamilton is aan de leiding. Dat zei hij dus. En is het nu gewoon naar Mark Webber toerijden. En dan hopelijk Lewis Hamilton zien te passeren voor de leiding. Maar dat gaat nogal moeilijk, want het gat is groot. Ronde nummer 11. Nog 12 ronden te gaan. Ronde nummer 13 inmiddels. En Mark Webber en Lewis Hamilton zijn naar binnen voor hun stop. Zij zijn dus naar de harde band 2 ronden langer doorgereden. En we zijn 14.000ste sneller. Mooi. Dus dat is alleen maar goed. Dus de pace hebben wij nog. Rosberg naar binnen en Di Grassi rijdt op de laatste plek. Wat heel teleurstellend is. En dit wil ik niet. Het lijkt net op F1 2019. Waarin ik alles moest doen voor mijn team in seizoen 1, 2 en 3. Ronde nummer 17 inmiddels. En daar komen we Bruno Senna tegen. En die laat ons mooi voorbij. Een paar tienden sneller in sector 2. En dan is het gewoon wachten tot de volgende achterblijver. Ik weet niet wie dat is. Maar dat zien we vanzelf wel. Dat is volgens mij Rubens Barrichello. Oh Rubens, wat doe je? Wat doe je, Rubens? Rijd gewoon naar mijn lijn toe. Ik zit daar aan de buitenkant. Jij moet mij voorbij laten. En dus we verliezen hier kostbare tijd. En dan moeten we dat allemaal weer goed zien te maken. Ja hoor, kijk eens.
5 seconden langzamer. Door dat ene moment wat Rubens Barrichello deed. En dus heb ik gewoon scheid even aan de regels. En snijden we die bocht volledig af. Nog 400 te gaan, inclusief deze. Hopelijk dat Barrichello ons dadelijk wel netjes voorbij laat. In plaats van wat toen net gebeurde. Daarbij hetzelfde punt. Ah, Rubens, kom op aan de kant. Ik ga dus nu voor de binnenkant. Ja, mooi. Dan laat ik hem hier uitrollen en dan geef ik hem hier weinig ruimte. Een koekje van eigen deeg. En Kobayashi is de volgende. Die kunnen we hier al passeren op het rechte stuk. Doei Kamui. Ronde nummer 21. 19e langzamer dan onze beste tijd hier in Albert Park. En dit is zometeen nog een paar ronden en dan zit de wedstrijd er alweer op. En dan gaan we ons voorbereiden op China. Daar is Jarno Trulli gezien. Doei Trulli. En ronde nummer 22 is inmiddels ingegaan. Een tiende langzamer dan onze beste tijd hier in Albert Park. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niet. Het is nu gewoon die achterblijvers inhalen. En deze twee rondes lekker uitrijden. En dan is overwinning nummer 2 van ons. Mooi. Dat is fijn. 50 punten dan in totaal. Ronde nummer 22 nog steeds. Oeh, wel een klein beetje te wijd. De La Rosa is gezien. Oh, die heeft ook zijn volvleugel kwijtgeraakt. Sorry Pedro. Dat was niet mijn bedoeling. Ik stuurde wat te scherp in. Maar ik krijg er geen penalty voor. Oké, mooi. Dat is fijn. En dan gaan we zo meteen de laatste ronde in. Hopelijk rijden die achterblijvers ons niet in de weg. Terwijl De La Rosa de pits opzoekt voor een nieuwe neus. De laatste ronde is inmiddels ingegaan. En ik ben benieuwd wie we nog tegenkomen. Ik hoop nog veel auto's. Wel een waarschuwing voor een bochtafsnijding. Maar dat is nog geen probleem. Shandok nog op een ronde gezet. Doei Shandok. Ik weet niet hoe die met zijn voornaam heet. Karun volgens mij. Karun Shandok. En dan is het misschien duidelijk nog even twee auto's op een ronde zetten. En dan overstap finish. En dan zit de wedstrijd er alweer op. Ja, boeien Ruud. Een bochtafsnijding. Wat boeit dat nou weer? Helemaal niks. Soutil en Boemi gezien. En dan is er nog een paar bochten te gaan. En dan winnen wij dus in Albert Park. Is het 2 uit 2 dus. En hopelijk kunnen we ook in China weer voor de volle winst gaan. Want ik ben heel erg benieuwd hoe de AI daarop presteert. Wij winnen dus de Grote Prijs van Australië. Een super resultaat. Gaan we ons opmaken voor China. Dankjewel Rob. Jij bent ook zeker blij. Wij winnen dus de Grote Prijs. 17 seconden heeft nummer 2 op ons achtergelopen. Weer een overwinning gepakt. Rosberg naar P4. 2 uit 2 dus. 50 punten in totaal. Super dit. En waar staan wij met de constructeurs? Volgens mij nog achter McLaren, als ik dat goed zeg. Zeg ik dat goed? Dat weet ik niet zeker. Ja, 3 punten helaas. Maar dat maken we gewoon goed in China. Voor ronde nummer 3. HRT loodt dus nog steeds met 0 punten. En hier dus de persconferentie met Hamilton en Webber. Another Grand Prix and another victory for you and the team. Again, I offer congratulations. You must be delighted with your weekend. Dankjewel Holly. Ik ben altijd blij dat het nu zo goed loopt. Ja. Super resultaat. Your teammate must be starting to fear for his seniority within the... Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, ja. You're becoming quite the overtaking expert. It really paid dividends today. Nou, soms was het ook wel lastig hoor, want de achterblijvers die gaven, vond ik hier niks cadeau. Dus dat was wel even lastig. Nou, dankjewel. Tot in Kuala Lumpur. En daar heb je dus onze agent.
Dit was het review, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nu kanaal en meer wekelijkse aflevering van F1 2010 de Career Mode zien? Ram dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat de weekend dat moet worden. Of als je zegt, hey, tof video, ik heb genoten van de inhaalactie op, noem maar op. Reageer gewoon in de comments. Zet het gewoon in de comments. Ik reageer altijd terug. Volg me even op Instagram. Link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2010 de Career Mode. Gaan we verder in China.